Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is donderdagochtend 6:30. Normaal gesproken pak ik nu een kruidkoekreep als ontbijt. Maar ik dacht, weet je, ik ga eens een bak kwark proberen. Ik vind zo'n kruidkoekreep altijd super lekker, maar altijd als ik de meiden weggebracht heb, heb ik best wel trek. Nu kan dat natuurlijk komen of door de kruidkoekreep of als gewoonte. Ik verwacht eigenlijk dat het een gewoonte is, want ik eet eigenlijk altijd nog wat als ik de meiden weggebracht heb. Maar ik dacht, laat ik eens een bak kwark pakken. 250 gram magere kwark, 15 gram eiwitpoeder. En dan eens kijken of een eiwitrijker ontbijt me langer verzadigt. Want daar staan de eiwitten natuurlijk bekend om. Wie niet waagt, wie niet wint. En qua voedingswaarde kom ik nu op 300 calorieën zo meteen ongeveer uit. En de eiwitreep is al 200. Of de kruidkoekreep. Dus ik dacht, nou ja, let's try. Ik heb alleen een beetje een klein bakje, want de rest is allemaal vies. Even heel goed roeren. En dan ga ik zo aardbeidjes bij doen. En ik ga daar brownie bites bij doen. Wil je ook aardbeien? Ja. Dat is goed. Zo. Wat maak je dan? Yoghurt van mama. En voor mij ook. Wil je ook yoghurt? Ja. Nou, krijg jij zo ook yoghurt, oké? Van mama mag ik ook, ja. Of van mama mag je ook gaan, ja. Dat is goed. Zo, ik ga ik ga ze even wassen en snijden, oké? Okay? Goed? Ja, dat is zo leuk. Maar ik zeg echt? Ja. Ik pak een mesje. Pak jij een bakje dan? Voor jezelf een bakje? Waar je ze in kan doen? Die? Maakt mij... Ja, dat is prima. Maar ik kan hem niet alleen maken. Beetje zwaar. Nee, die maakt niet herrie. Nee, je was herrie aan maken met de slaapstenen. Ja, dat mag niet. Nee, herrie. Want iedereen zit te slapen. Dan zit ze met die stapelsteen dingen. Maar die gooit ze gewoon vol op de grond. En dat is echt een herrie. En zeker als je boven bent, denk je echt, wat gebeurt er beneden? Ja. Ja. Dus dat mocht niet, hè? En toen wilde je de Duplo, maar je dacht, ik hoor aardbei. Hè? Maar je eet er... Aardbei. Ja, ik zeg dat. Zeg je dat? Ja, aardbei. Mama, ga jij aardbei in de yoghurt doen? Ja, voor mama in de yoghurt en voor jou los. Goed? Ja. Even. Van de yoghurt? Ja. Ja, maar jij gaat eerst de aardbeidjes gewoon eten, oké? Okay? Hier, ga hiermee beginnen. 1, 2. Neem ik mee? Dan is het... Ja, dat gaat vanzelf op, dat is waar. Dropje. Ik moet er nog een vork hebben. Oh, een lepel. Een vork. Maar kan toch... Kan het niet met je handen? Ja, maar Benji moet het niet opeten. Nee, maar Benji gaat jouw aardbeien echt niet opeten. Ze denkt, dat zullen we nog wel eens zien. Ontbijtje. De precieze verhoudingen. En de voedingswaarde. En voor Sterren hetzelfde in mini-versie. Hè? Lekker? Niet zo. Negen uur ondertussen. De meiden zijn op school. Ik loop even een grote ronde met Benji. Want vanavond is de laatste avond vierdaagse. En daar wil ik nog het een en ander voor doen en regelen. En als hij alvast zijn ronde heeft gelopen, dan hoef ik daar even niet meer druk om te maken. En dan heeft hij lekker zijn beweging gehad. Even op het winkelcentrum. Wat wil je? Ik wil dat deze zo doen. Ja, dat snap ik. Wil ik dit doen? Nee, mama gaat dat zeker niet doen.
is wel mooi, hè? Je papa's snoepjes kijken. Wil je ook kijken? Nee. Nou, we kunnen zo aan de knutsel thuis. Wij hebben dus 15 bloemenkransen gekocht. Deze snackjes. Hier zitten van die handige sleutels in. En die kunnen we aan de kettingen hangen. Maar er zitten ook andere snoepjes in die in de zak te kunnen. Hetzelfde hiervoor. Deze hebben we gisteren niet gegeten. En ik heb nog deze. En we hebben ook nog 2 zakken snoep van de vakantie liggen. Dus wat mijn plan is, ik ga nu eerst even zakjes vullen. 15 van alles. We zijn met 13 kinderen. Waarschijnlijk. Maar ik dacht, ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Nou ja. Maakt niet uit. Ik ga het gewoon even vullen. En dan ga ik het daarna allemaal aan de kettingen hangen. En dan kunnen ze die aan het begin van de rit uit gaan delen. Even kijken. 350 gram. Het hoeft ook niet allemaal perfect. Het gaat om het idee. Ik heb hier zakjes die ik destijds voor Tasty Toppings heb gehad. Een bedrijf wat ik ernaast had. Superleuk, maar niet rendabel meer tegenwoordig. Dus die ga ik vullen. De sleutels ga ik er los aan hangen. En dan gaan we er gewoon wat leuks van maken. En dan heb ik dit lint erbij om het mee vast te maken. Kijk, zo. Ziet er wel vet leuk uit. Zo, eens kijken. Ja, maar ik wil vooral die sleutels. Hé, hey, kijk. Kijk, mama. De sleutels, ja, aan doe maar hierin. Hier wil ik graag de sleutels. Alsje. Even kijken. 1, 2, 3, mag ik een handje van dit? Ja. Ik weet niet of ik het opgeschreven. Maar ik kan helpen. Nee, ik krijg het niet open. 12, 13. Oh, ja. Yeah. Ik heb hem. 15. Oh, de bak is kan leeg. Mag ik boven eten? Als je niet er. Als je het gewoon recht houdt, hoor. Oké, maar kom. Nee. Zo. Ik heb hier een krans. En ik heb bedacht om dit allemaal met lintjes te gaan doen. Nou kan ik het op 2 manieren doen. Want in deze zakjes zit zo'n
gaatje hierboven. Daar zou ik het lint doorheen kunnen doen. Op zich is dat wel makkelijk. Dan hangt het wel wat meer. Maar het is eigenlijk wel het allerhandigst. Dus ik ga dat gewoon doen. En dan knoop ik het eraan. En dan af en toe even proberen dat hij niet te zwaar wordt. Maar volgens mij gaat het wel goed komen. Dus een zakje zoutjes. Een zakje snoepjes. Zoutjes, een zakje snoepjes. Een zakje koekjes. En een snoepsleutel. En dan denk ik dat het helemaal leuk is. Kijk je? Wacht even. Bijna klaar. Even heel strak geknoopt, dan gaat het niet schuiven. Hoepsa. En een sleutel. Hier, ik weet niet of ik genoeg heb voor twee sleutels. Ik denk het eigenlijk niet, want dan heb ik er natuurlijk erg veel nodig. Dus ik doe er lekker eentje. Zo. Even kijken. Nou, kijk hoe leuk. Helemaal feest. Nog 14 te gaan. Yes, 15 keer af. Helemaal leuk. De grote vraag is alleen natuurlijk, hoe ga ik dit zo meteen meenemen? Ik ga wel met de auto. En ik denk dat ik het aan de stoelleuningen ga hangen per 5. En dan kan ik uit de auto om beide armen en om mijn nek. En dan hoop ik dat het niet in de knoop gaat. Maar zeker weten doe ik het niet. Dus fingers crossed, want dat is wel echt een ramp aan die dingen. En zeker als je er natuurlijk zoveel hebt. Ondertussen is het 4 uur. Sterre die zit onder de rare bulten op haar handen. Ik ben net aan het googelen gegaan, maar het lijkt geen hand, voet-mondziekte. Ik had al wel in de mond en op de voeten, daar is niks. Maar het is ook, het zijn een soort muggenbulten. Maar het is heel gek, want Mila en Lauren hebben ook heel veel muggenbulten. Maar dan niet puur op de handen. Maar Marco en ik hebben nergens last van. Dus dat is gek. Geen idee wat er aan de hand is, maar Sterre heeft onwijs veel jeuk. Ze zit de hele tijd te krabben. Ze is ook de hele dag al niet helemaal lekker, zegt ze. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat vorderen. Mag ik die? Dus van de grijpen. Oeps. Oepsie. Moet ik gaan vallen? Vind die vallen? Niet. Sorry. Ik dacht, ik doe nog even een momentje chill voordat we zo die avondvierdaagse gaan lopen. Maar Sterre wilde vet graag op zolder spelen. Dus, ik pak Mila er was. Ik denk, dan ruim ik die meteen op. En vervolgens zit ik hier met een volle wasmand voor Mila. En is Sterre natuurlijk weer naar beneden, want die dacht, hoeft toch niet per se. Echt. Oh, oh, oh. Maar ja, niks aan te doen. Dus ik ga hem eventjes die was op. Eén wasmand, de rest ook Marco lekker morgen. Want dan heeft hij geen kinderen. Dan is die, zijn de kinderen bij mijn ouders en Mila en Laura natuurlijk naar school. En ik ben werken. En dan is Marco gewoon hier thuis. Dus ik doe dit even. En dan vind ik het gezegend. Het is ondertussen ook al 6 uur. We hebben net gegeten.
En over ongeveer een uurtje gaan we richting de avondvierdaagse. We starten pas om 7:30. Wat betekent dat we ook pas na 9:00, verwacht ik, richting huis weer zullen gaan. Dus het wordt echt een latertje. Maar ja, vorig jaar ook gedaan. Komt helemaal goed. Het is wel de allerleukste avond. Dus dat gaan we zo meteen doen. En dan lekker naar bed. Meiden morgen weer naar school. En ik morgen weer voor de eerste dag aan het werk. Want maandag had ik natuurlijk vrij. Oh, ja, we dachten dat we geluk hadden vandaag. Maar nee, bepakt en bezakt met de poncho. Ja. Op naar avond 4. Wat heb je veel? Ja, stel hem. Heb je hem binnen? Ja. Yay. Jij ook. Goed gedaan. Ja. Een chocolatje. Zijn met tandenvies. Snel lopen. Snel lopen, snel lopen, snel lopen. Zijn met tandenvies. Nee, maar je hebt genoeg gesnoept volgens mij. Ja. 9:30 ook al ondertussen. Dus wij lopen terug naar de auto. Was het leuk? Ja. En wij hebben... Ik heb 1 mee dan nu. Nummer 1. En Mila nummer 2. En mama heeft ook 2. Ja, mama heeft ook 2. En nu met goed gevulde tassen weer naar huis. Nee, tijd om de vlog weer af te sluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei.